verbazen deed het me niet, want we zagen het al een aantal dagen aankomen. Maar een paar jaar geleden had ik dit nooit gedacht en eigenlijk stiekem ook nooit gewild. Uiteindelijk is het op deze plek 40,7 graden geworden. Dit is wel de meest ideale locatie voor een hele hoge temperatuur. Nou, we zaten eigenlijk voortdurend te kijken naar de 30 meetstations die we hebben. Ja, we zagen al heel snel in de ochtend dat de temperatuur als een gek omhoog ging. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het die dag over de 40 graden heen zou komen. Ook de modellen wezen daar niet op. Het oude record stond op 38,6. Dus het was nog best wel een groot verschil. Dus er is die dag wel een grens verlegd. En ik zag de temperatuur alsmaar doorlopen. Toen kreeg ik wel in de gaten, nou vandaag gaan we toch wel een record breken. We krijgen iedere minuut krijgen we data binnen. En dan zit je toch weer te wachten van, is het de volgende minuut, is het verbroken of niet? Maar een paar jaar geleden had ik dit nooit gedacht.